Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Jasmijn van Vliet is cultuurverbinder bij Kool. Ik heb het opgezocht, maar hier komt de verklaring. Als cultuurverbinders richten wij ons op het organiseren van verbindende culturele activiteiten, cultuurparticipatie en cultureel ondernemerschap. Nou, Jasmijn, ik ga er even voor zitten. Leg het me even uit. Ja, ik denk dat dit een groep verbinders is in Nederland. Ik denk dat dat een particuliere groep is. Want de cultuurverbinder die ik nu, de functie die ik nu bekleed, is een soort pilot. De eerste in Nederland. Mede ook aangejaagd door wethouder John Does in Heerdegewaard. Ja, en, John is een geweldige wethouder. Ja. En heeft een hart voor cultuur. Nou, die heeft een hart voor cultuur. En in samenwerking met Kool is er een combifunctionaris eigenlijk aangenomen. Dus één, iemand die eigenlijk de kennis heeft van het vak. En twee, degene die ook nog ingezet wordt door gemeente Langendijk en Heerdegewaard. En dat is eigenlijk de functie die ik bekleed. Zowel bij Kool als ook voor gemeente Langendijk. Maar ja, dan kom ik even... een combifunctie? Ja. Wie is dat en wat doet hij dan? De combifunctionaris ben ik dus. Oh. en ik voer eigenlijk... dat is... Een 3,5-jarig project uit. Je hebt hetzelfde met sportmakelaars of sportcoaches. Ze geven zelf lichamelijke opvoeding les, maar zetten zich tevens ook in voor een collectief, bijvoorbeeld in een gemeente. Dus jij bent tijdelijk? Ik ben in principe tijdelijk. En dat is, je komt uit Heerdegewaard? Ja, ik ben woonachtig in Heerdegewaard, zeker. Dat scheelt, ja. Ja. En we gaan nog even verder. We nemen zelf het initiatief ter attentie van projecten en producties. Ja. En zijn in te huren, dit klopt allemaal, om culturele activiteitenprojecten te verbinden en thema-activiteiten te organiseren. Ja, dat wil ik toch nog eventjes wat uitgelegd krijgen. Ja, thema-activiteiten. Kijk, je zit met wat zij dus met name noemen, culturele activiteiten, projecten of verbindende thema-activiteiten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zie het even zo. Ik ben vorig jaar in maart ben ik gestart. Ik heb een week op kantoor gezeten. En eigenlijk toen startte corona. Dus toen werd ik gedwongen thuis te gaan werken. Nou, dat geeft in principe helemaal niet uit. Maar goed, wat ik eigenlijk... De tactiek voor mij was met jongeren in contact komen. Mede door bij festivals aanwezig te zijn. Kroegjes te bezoeken. Eigenlijk bij de plekken aanwezig te zijn waar de jongeren actief hangen. Om maar zo in Heerdegewaard. En Langendijk. Ja, maar dat moet je direct even... Ja, die zijn er. Kroegjes. Ja, ga ik vertellen. Okay. Maar goed, toen heb ik... dat was direct niet meer echt mogelijk. Dus ben ik een andere koers gaan varen. En ben ik alle partners, culturele partners in Langendijk en Heerdegewaard gaan contacten. Wie zijn dat dan zo? Wat moet ik daar divers. Weer dat kan van Artquake zijn, van Mado de Vries, tot Popschool Your Song, degene van B3, Hugo van Adem. Maar goed, ook JC Jongerencentrum Complex, hè? Maar ook de jongerenwerkers. Zowel Wonen Plus Welzijn als met in Heerdegewaard. Maar ook goed, verenigingen. Ik bedoel, de grens tussen sport en cultuur is natuurlijk heel dun, zeg maar. Mm. Maar goed, zo ben ik het aangevlogen. En een voorbeeld van een project is dan bijvoorbeeld dat we in de zomer hebben een groot project gehad. Jeugd aanzet. Een initiatief vanuit de overheid waar een pot geld aangevraagd kon worden. En wij als collectief eigenlijk een jongerenagenda hebben gemaakt. Dus alle partners die zich inzetten voor jongeren en activiteiten organiseren, dat werd eigenlijk één agenda. En dat is bijvoorbeeld één van die voorbeeldprojecten die ik dan eigenlijk onder andere aanjaag. Maar het is een samenwerking, om maar zo te zeggen. Maar nou heb ik een vreselijke hekel aan afkortingen. Wat is dan AZ? Jeugd aanzet. Dat vergeet niet. Nee, dat verstond ik. Jeugd aanzet. En het is leuk omdat het landelijk ook een initiatief is geweest vanuit de overheid. Is dat ook uitgezet. Er is gewoon geld bij elkaar verzameld en zo jongeren aan zet gezet. En wat is er toen gebeurd? Het is twee keer geweest, zowel de zomereditie als de wintereditie. En eigenlijk het doel is om jongeren te activeren, te motiveren
en weer eigenlijk de deur uit te krijgen. Dus aan de ene kant is het heel erg belangrijk bij zo'n project dat partners gaan samenwerken en het beste uit elkaar halen en elkaar versterken. En ten tweede luisteren naar wat de jeugd wil en ook zelf laten organiseren. Maar ook gewoon een mening geven, een stem laten geven. En dat is eigenlijk een van de doelen van zo'n project. En wat is dan precies je doelgroep? Doelgroep breed, 12 tot en met 25 qua jongeren. Maar in principe ben ik degene die de partijen met elkaar verbindt. Dus ik probeer te achterhalen wat de wensen en behoeften van jongeren zijn. En wat het aanbod is van alle partijen, om het zo te zeggen, sport en cultuur. En komt dat overeen? Kan ik die boodschap doorgeven? Wat moet er veranderd worden of aangepast worden? Dat is meer mijn taak. Nu even terug nog naar jeugd aanzet. Was dat een praatsessie? Een discussie, een debating groep? Nee, het is eigenlijk een samenwerking geweest. Jongerenwerk, Langendijk en Heerdegewaard hebben diverse projecten georganiseerd, activiteiten. Ik wil zo graag iets concreets horen. Jeugd AZ, ja, dat is een initiatief is dat geweest. Waar dus jongeren konden aangeven wat ze graag georganiseerd zouden willen zien. En partijen hebben hun geholpen met dat organiseren. Ja. Dat is nog niets concreets, hè? Is dat een theatervoorstelling? Een activiteitenprogramma, agenda. En wat voor activiteiten in het kader van cultuur? Ja, cultuur en sport. Voetbaltoernooien, maar ook 3D-tekenen, graffiti. Online game sessies, maar ook offline. Van alles. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. En hoe zit het nu met die corona? Staan de plannen wel? Nou, de plannen staan wel klaar natuurlijk. Maar hoe gaat het nu in de toekomst komen? Ja, in principe is er in november een jongerenagenda ontwikkeld. Mm-hmm. Waar al diverse partijen nu aan meewerken. Die moet nog verder uitgerold worden. Hij hangt nu aan kool. Maar goed, het is natuurlijk nog kijken waar die goed hangt. Hè, om er zo te zeggen, de jongerenagenda. Wie gaat dat dragen? En ik wil heel graag de komende tijd proberen dat collectief te laten dragen door alle partners in gemeente Heerdegewaard en Langendijk die zich inzetten voor het welbevinden van de jeugd. En ja, als je dat transparant ziet over te brengen naar de jeugd, weet de jeugd wat er te doen is. Omdat er genoeg te doen is. En is het tevens een manier om met de jongeren in gesprek te blijven, de dialoog aan te gaan en te zien of het activiteitenaanbod ook overeenkomt met hun wensen en behoeften. Dus dat het beste ook uit de jongeren gehaald wordt. Dat is eigenlijk. Dus jij bezoekt veel scholen? Ik ben wel in contact met scholen. Maar nogmaals, ik denk ook dat bijvoorbeeld jongerenwerk daar eerder de partij voor is om dat te doen dan ik. Ik wil niet in het vaarwater van dat soort partijen gaan bevinden. Nee. Ik ben een verbinder. Ja. En heb je het gevoel dat het een beetje lukt? Ja, ik heb het gevoel dat het lukt. En zeker ook met zicht op de fusie. Partners werken met elkaar samen. En zien ook, hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is het mooie, het beste uit jongeren halen. En willen graag in contact met ze komen. En graag in overleg. En zijn flexibel. Dus ja het gaat de goede kant op. Krijg je leuke ideeën van jongeren binnen? Ja, zeker. Hele leuke ideeën. Dat is het leuke om met jongeren werken. Dat het gewoon heel verschillend altijd is. Het is nooit hetzelfde. Ideeën als een festival op het water. Of een meisje die heeft vorige maand haar eigen dansles gegeven. Helemaal zelf uitgeschreven. Ja, bij Eefke. Bij dansschool Heerdegewaard. Ja, ik heb het in de krant zien staan. Ja, heeft ze helemaal zelf geschreven. Eefke heeft haar nog begeleid bij het maken van die dansles. En dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En dat zijn een van die, ook een wandeling door Langendijk. De burgemeester is geïnterviewd vorige week door jongeren van het jongerencentrum Complex. De jongerencentra, beide in Heerdegewaard en Langendijk, zijn gepimpt door de jongeren zelf. Geschilderd, aangepakt. Ja, gewoon er komt heel veel naar voren. Heb je enig idee over hoeveel jongeren we het hebben? Nou, in principe wonen er rond de 7000 jongeren tussen de 12 en de 25 in Heerdegewaard en Langendijk. Ja. En ik denk dat daar 30% van bereikt wordt, om maar zo te zeggen. En een samenwerking met de middelbare scholen waar we nu mee bezig zijn. Zorg je ervoor dat je natuurlijk eigenlijk dat je het bereik vergroot. En ik heb in februari, maart een enquête uitgezet onder de jongeren. Die is bijna 700 keer ingevuld.
En dan zie je dat bereik al verbreedt, om maar zo te zeggen. Want de reguliere middelbare scholier, ja, die bereik je niet zomaar. Nee, dat wou ik zeggen. Maar goed, dat is een van de manieren die we nu, of een van de punten die we nu gaan aanvliegen. En dat is bijvoorbeeld een jongerenagenda met z'n allen creëren en dat delen op scholen. En daarmee samenwerken en daar ook het gesprek met jongeren aan te gaan. Ja, want er is natuurlijk. Ja, ik heb zelf kleinkinderen en ik vind veel dingen natuurlijk niet op hun van toepassing. Nee, inderdaad, ja. Maar er is natuurlijk ook een slechte naam onder de jongeren die gewoon niks willen. Zo langzamerhand door de corona een beetje verslaafd zijn aan gamen. Hoe krijg je die uit hun stoel? Hoe krijg je die uit hun stoel? Ik denk dat het punt 1 al is zelfvertrouwen geven. En aangeven dat ze een stem hebben en dat ze zelf dingen kunnen. Het is echt weer het activeren en het motiveren. En het gevoel geven dat ze onderdeel zijn van de maatschappij. En dat kan door middel van sportactiviteiten of cultuuractiviteiten. Dat is natuurlijk een middel tot. En daarom denk ik dat een samenwerking met scholen ook heel belangrijk is. Dat ze in hun veilige omgeving, de klas, ook zelf ideeën kunnen aandragen. Zonder dat het misschien, het kan natuurlijk heel spannend zijn om dat zomaar even te gaan vertellen aan een cultuurverbinder. Nee, ja, precies. En goed, nou, wat ik zeg, jongerenwerk doet onwijs waardevol werk. En dat is ook een partij die dat in kaart brengt. Die richt zich ook heel erg op welbevinden. Maar goed, dus in contact komen met jongeren is bijvoorbeeld een jongerenagenda een middel voor om met ze in gesprek te gaan. En zo ook inderdaad een activiteitenaanbod te creëren wat naar hun wens en behoefte is. Nou moet jij natuurlijk het aanbod van Heerhugowaard en van Langendijk in elkaar vlechten. Ja. Heb je het idee dat de jeugd in Langendijk anders is dan in Heerhugowaard? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat, als ik dat mag zeggen, dat je ziet dat de partijen die zich richten op het welbevinden van jongeren of op culturele activiteiten, dat veel te weinig is. Dus dat er eigenlijk amper uren zijn voor mensen die zich bezighouden met jongeren en activiteiten voor jongeren. Dat is voor jou een handicap, hè? Ja, dat is zeker. Ja. En zelf heb ik ook maar een aantal uur. En ben ik dus niet een cultuurcoach, maar een cultuurverbinder. We hebben wel Artquake, wat echt onwijs goed werk doet. En zich richt op jongeren. Maar goed. Dus wat is dat? Kan je dat nog even Artquake is van Madode Vries. Zij richt zich op talentontwikkeling van jongeren. Is veel met culturele activiteiten is zij bezig. Zij heeft echt een grote groep jongeren onder zich die zij steunt bij verdere ontwikkeling, talentontwikkeling, tekenen, schilderen, zang. Ook in samenwerking met popschool Your Song, waar natuurlijk al de eerste talenten naar voren komen, zeg maar. Heb je het gevoel dat de jeugd weet dat dit er allemaal is? Nou, ik denk nee, niet voldoende. Want dat komt ook uit die enquête, dat het niet transparant genoeg is waarin gekeken kan worden wat het aanbod is. En twee, dat het ook niet overeenkomt. Dus dat is eigenlijk. Ja. Ik heb nu een jaar cultuurverbinder erop zitten. Het volgende jaar, dit jaar, is dit weer het doel om dat inderdaad door te gaan zetten. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En misschien een hele rare idee. Heel raar idee. Ik hoorde laatst dat ook de gemeentes verschillen van elkaar. Heerhugowaard is een bruisende gemeente toch wel, ondanks corona. En in Langendijk gaan de winkels op zondag nog steeds niet open. Is dat niet voor de jeugd ook een handicap dat ze niet hun ding kunnen doen wat ze zouden willen op zondag? Uitvoeringen, exposities? Zou kunnen, alleen een Artquake draagt dat wel. Dus ik denk dat cultuur en sport daar al minder door beïnvloed raakt. Maar die hebben zich eroverheen getild. Die hebben daar wel overheen gezet. Ja. Oh ja, ja, ja. Ja. En is er al een inventarisatie gemaakt van de wensen van de jongeren? Er is een kleine inventarisatie gemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Ik ben ontzettend benieuwd. Wat daar naar voren komt zijn sportactiviteiten met elkaar. Dat staat op één. Ja, met elkaar, leeftijdsgenoten en samen sporten met elkaar. De basic sport, om maar zo te zeggen. Dus handbal, paardrijden, voetbal. Dat is natuurlijk ook veel makkelijker uitvoerbaar. Dat is het helemaal. En ik bedoel, jongerenwerk doet dat onwijs goed. Want die zitten daar altijd al op. Als tweede muziek is echt een drijfveer bij jongeren. Luisteren. Oh, geweldig. Ook een deel maken, maar voornamelijk luisteren. En tekenen en schilderen.
kwam toch? Op voor. Ja. Oh, leuk. Ja, en maar goed, dat is dus de middelbare scholier die dus... ja, maar dat is het grootste gedeelte, denk ik. Hè? Die enquête ingevuld heeft. Ja, redelijk representatief ook, 95%. Dus je kan wel met de zekerheid zeggen dat zoiets wel dat is leuk, overeenkomt. Ja. Dus er is wel degelijk interesse bij die... We hebben ook debatteerders. Heerlijk. Ja, zeker. Dat is ook een project wat nu uitgerold wordt. Ja, en dat wordt tevens gekoppeld weer als een middel om jongeren een stem te geven. Ja, ja, ja. En in de politiek, daar kunnen we best wat jongvoer gebruiken. Precies. Toch? Zeker. En bij jou, ik heb op LinkedIn gekeken en jouw portfolio. En er staat onder andere ook stagecoach. En dat woord, dat stagedocent. En dat intrigeerde mij. Stage. Ja. Oh, stage. Ja. Ik zag al steeds, denk die lopen al die bekende mensen rond. Ja, stage, stage manager. Ook dat heb ik ooit wel eens gedaan op een podium, hoor. Nee, stagedocent is op Hogeschool in Holland studenten begeleiden bij hun stage. En... vaak gaat dat om het opnieuw of het ontwerpen van een concept. En het oplossen van een vraagstuk van een opdrachtgever. En daar help ik ze bij, begeleid ik ze bij. Oh, en stage manager is een persoon die op een podium staat. Ja, en artiesten van het podium op en af laat gaan. Ja, dat idee had ik. Ja. En je bent ook evenementenplanner. Ja. Kan je wat voorbeelden noemen uit je loopbaan? Ja, na mijn afstuderen, een paar jaar terug, ben ik freelancer geworden. Omdat ik door diverse evenementen ook gevraagd werd om daar één te werken. En twee, vind ik het heel erg leuk om zelf te organiseren. Dus doe ik dat eigenlijk nog naast mijn twee banen. En is dat één, programmeren, management, dus backstage management, artiestenmanagement vind ik ook heel leuk. Ook adviseren, consultancy. De mensen hebben een wens, willen graag iets georganiseerd hebben. Ik adviseer ze daarbij. Het staat natuurlijk nu iets in iets lager pitje. Maar goed, nu doe ik het samen met jongeren. Is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, maar heel anders, hè? Heel anders. Ja, ja, ja. Ik zag ook nog dat je een EHBO-diploma hebt. Ja. Maar dat is nog niet alles. Je hebt ook nog een speciaal kinder. Voor kinderen. Ja. Wat is het verschil? Kinder-EHBO. Deze cursus volg ik bij Rode Kruis Hierigewaard. En dat is een cursus van Oranje Kruis. En dat is een soort verdieping. Omdat je kinderen op een andere manier beademt natuurlijk. En hartmassage geeft. Op een andere manier aanreikt. Sowieso verzorgt. Dus dat is eigenlijk een soort van verdieping. Zou jij dat voor jonge moeders aanraden? Ik aanraden kan zeker. Ik denk dat het instinct van een jongen van een moeder het belangrijkste is wat er is. Maar het zeker een aanrader. Ja, ja, omdat je leert handelen. Je leert op een andere manier iets aanvliegen. Ja. Het is geen moedje, hoor. Want ik denk nogmaals dat... Natuurlijk. De meeste moeders hebben het zonder gedaan. Instinct van de moeder. Maar ik had zoiets van, want wat je nu zegt, die speciale benadering, dat zou natuurlijk ook wel eens handig kunnen zijn. Ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ook tevens om collega's die evenementen organiseren of daarbij betrokken zijn, om ook eens als vrijwilliger mezelf in te zetten. Of bij de voetbalclub. Ja. Vind ik leuk. Ja. Als je deze microfoon nou tot je beschikking had, die heb je nu. Wat zou je dan tegen de jongeren willen zeggen? Wat ik tegen de jongeren zou willen zeggen is, laat je horen. Vertel aan jongerenwerk of aan een partij in jouw omgeving. Een groep mensen in jouw omgeving die zich inzetten voor activiteiten. Vertel wat je wil. Er wordt naar je geluisterd. Er zijn voldoende mensen die nu... Er komt een soort van samenwerkingsgroep aan. Jongerenalliantie hebben we hem genoemd. En jouw stem telt. Ja. Maar goed, ze hebben niemand naast zich als partner die je kunt zeggen van, nou, ik wil eventjes, ik zou dit wel eens willen, of waarom wordt dit niet gedaan? Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Contact met mij opnemen. En dat is Cole. En dat is... Cole kennen ze je. Ja, nou, in principe wel. En ook bij de gemeente. Want ik werk voor twee gemeentes en voor Cole. Dus dat is maar je had het over formulieren. Die hingen ook in Cole. Eigenlijk zou ik adviseren om je te melden bij jongerenwerk. Ik denk dat dat het beste is. Okay. Ja, jongerenwerkers, coaches. We hebben er twee. Wat later natuurlijk volgend jaar één wordt vanwege de fusie. Maar Wonen Plus Wel zijn de aanbouw hier. En in Hierigewaard jongerencentrum Complex waar MET aan hangt. Oh, in Complex kunnen ze natuurlijk ook een heleboel informatie halen. Ja, zeker. Ja, en dat zijn echt de partijen die zich daarvoor inzetten. Nogmaals, en als jij nou straks weer naar je kantoor terug gaat, wat ga je dan doen?
Wat ga ik zo doen? Wat staat er op jouw agenda vandaag? Tot 8 uur vanavond. Divers programma-overleg voor Kool, maar ook voor bijvoorbeeld de zomer wat we gaan doen. Ik ga een missie en visie schrijven voor een vereniging culturele partners die we als collectief ook aan het opzetten zijn. Dus echt de partners die zich inzetten voor cultuuractiviteiten in Heerdegwaard en Langendijk. Om daar ook samenwerking weer verder in te ontwikkelen. Wat ga ik nog meer doen? Ik ga lunchen. En nou, vooruit. Zat. Ik weet dat ik tot 8 uur agenda heb. En dan krijgen we nu de onvermijdelijke slotvraag. Oh jee. Heb je hobby's? Oh jeetje, ja. Ik heb heel veel hobby's. Ik ben gek op sporten. Ik sport 4 keer per week, waarvan 2 keer karate. Ben ik helemaal gek van. Ja, vorig jaar augustus mee gestart. Omdat ik thuiswerken en het alleen maar werken een beetje zat werd. Dus dat 2 keer per week. Ik loop hard. Ik hou heel erg van muziek. Wat voor muziek? Ja, de stevigere muziek. De gitaarmuziek. Ja, zeker. Ja. En lezen hou ik ook van. Maar voornamelijk sporten en muziek ben ik echt gek op. Ja. Jasmijn, cultuurverbinder van Heerdegewaard en Langendijk. U vindt er in Kool. En ik wens jou heel veel succes voor de toekomst. Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.